geen beelden. Ik weet niet wat het is. Misschien heeft iemand hier die beelden allemaal verwijderd. Hallo dames en heren, ik ben Arte van Leeuwen. En vandaag weer een nieuwe vlog. En ik ben bijna bij stage gelukkig. En dan ga ik weer werken. Ik heb nu de 2000 abonnees gehaald. Supergoed natuurlijk. Open, open. Het eerste wat er begint als je stage begint. De deur gaat niet open, want Max moet weer zo grappig zijn. Dat is altijd standaard zo. Ja, natuurlijk. Het is gewoon zo. Yo, ai, gaat hij ook nog even rustig fucking weet ik veel doen? Echt een flikkertje, echt waar. Ah, dankjewel dat je hem open doet. Dankjewel. Hartstikke fijn. Hey, dankjewel hè. Nou, ga ik weer maar aan het werk natuurlijk. En dan ga ik even daar de schijf pakken, want dat moet natuurlijk. Zo. Goedemorgen, mijn jas gaat ook niet uit. Ik ga even mijn jas op de kapstok hangen. Ik loop naar de kast en ik maak de kast open. En daar ligt mijn harde schijf. Ik dacht, yes, ik heb mijn harde schijf. Dat is fijn. Ik ga even mijn harde schijf pakken, want daar heb ik al mijn beelden op staan. Dus ik ga hem even pakken. Je moet eigenlijk altijd een harde schijf hebben om alles te bewaren. En dat je een soort van jaaroverzicht kan maken. En er zitten belangrijke beelden op. Even aansluiten, even een kabeltje vinden. Waar ligt dat kabeltje? Oh, deze. Ik kan ze niet zomaar een kabeltje. Oh ja, ja, hier. Rustig. What the fuck? Ik ben hier gelijk gek te doen. Nou, ik kijk naar mijn harde schijf. Ik kijk erin en wat is er? Geen beelden. Ik weet niet wat het is. Misschien heeft iemand hier die beelden allemaal verwijderd. Maar die beelden zaten er niet eens. Ik begreep er helemaal niks van. Ik dacht, what the fuck is dit nou weer? Kun je het zien? Niet. Kijken of er nog een andere harde schijf ligt. Er liggen allemaal harde schijven, hè. En alleen mijn harde schijf heeft al mijn beelden lopen verwijderen. What the fuck, wat is dit? Ik weet nu niet wat ik niet. Wat moet ik doen? Ja, hier kan ik gewoon echt niet tegen. Al mijn beelden van deze harde schijf is gewoon fucking weg. Ja, nou weet ik niet wat ik moet doen, jongens. Ik ga even kijken hoe ik het kan verbeteren. Of wat ik moet doen, maar dit is echt stressend. Max had een idee om zijn schoen te zetten. Ja, tuurlijk, dan wil iedereen natuurlijk zijn schoen zetten. Dus hij zet zo die schoen neer. En ja, ik dacht bij mezelf, nou weet je, van mij hoeft dat niet, weet je. Ik weet niet of Sinterklaas überhaupt hier binnenkomt. Die deur die heeft een alarm en zo. Dus Sinterklaas die zou nog niet eens binnen kunnen komen. Dus vandaar dus. Nou, Max had het idee, het is super raar natuurlijk, allemaal onze schoen te zetten op kantoor. En dan hopen we dat Sinterklaas natuurlijk komt. Als Sinterklaas komt, hè, dan ben ik natuurlijk hartstikke blij. Dus, nu wachten tot Sinterklaas komt. En een briefje maken. En dan zijn we blij, toch? Ja, ik ben nog vast aan het kijken wat ik van Sinterklaas wil. Die wil ik. Oh ja, die wil hij. Nou ja, weet je, ik pak mijn schoen weer en Lotto. Fuck jullie. Ik had het van tevoren. Ik ging naar de supermarkt. En ik wil gewoon energy. En die twee jongens die zeggen van ja, energy is slecht, dit, dat. Ik dacht bij mezelf van ja, weet je, ik ben zelf 18. Dus waarom moeten jullie dat bepalen? Weet je, dat vind ik, ja, ik weet niet wat het is. Maar ik ben 18 en groot genoeg om zelf te bepalen of ik energy koop of niet. Nou, ik ben zo weer terug, ja? Doei, doei. Nou mensen, lekker energy gehaald. Weet je, ik kan zonder energie en gewoon, weet je, dan kan het gewoon niet, weet je. Dus ik heb lekker energy gehaald. Ik loop weer een stukje. En ik was gewoon te scheidig om in de Albert Heijn te filmen. Super kut. Maar ja, dat kan de pret natuurlijk niet verderven. We gaan nu weer naar de andere. Ik heb 2 blikjes energy gehaald. En nu weer lekker verder gaan. Wat vinden jullie daarvan, boys? Dat ik lekker 2 energies heb gehaald? Oké, nou, ik ga ze lekker opdrinken, hoor. Oh, lekker alle 2 tegelijk. Heerlijk. Heerlijk. Wat vindt Max ervan? En ik dacht dus, lekker Max treiteren. Dus ik die soort van edit door.
En ik dacht, ik gooi gewoon een schoen naar hem, weet je wel? Gewoon bam, doe het tegen zijn hoofd. Helaas niet tegen zijn hoofd. Volgende keer beter. Dan wordt hij sowieso gepaybacked. Hey, back, joh. Oh, wat vind ik het leuk om altijd Max te treiten als hij lekker, hoe noem je dat, gefocust met zijn werk is, weet je wel. Dat is het leukste wat er is, jongens. Als jullie een stage gaan lopen, altijd Max treiteren, weet je. Dat is super grappig. Maar Max, wat ben je aan het doen? Ik ben nu verder bezig. Dan stop ik met treiteren en dan ga ik weer verder met mijn eigen werk. Hassan. Zo word ik genoemd inderdaad, dat is mijn bijnaam. Het gaat wel lekker met de vlog, moet je al die streepjes zien? Niet denken dat het een tekening is, nee dat is een edit. Een barcode. Een barcode. Ja, noem je dat zo? Nee. Oh, oké. Nou, die plaatjes van die sigaretten, ik begrijp niet wat dat is, maar er zijn gewoon baby's die dus een sigaret in hun bek krijgen. Ik begrijp niet waarom. En dan zijn er soms plaatjes van longen die een soort van gewoon ingekleurd zijn met stift. Ik denk dat het überhaupt niet echt is of zo. Ik denk dat ze gewoon een nep ding neerzetten. Of is dat wel zo? Zijn dat echte rokerslongen die ze... Ja, hij is echt zo. Oh, maar dan maar dan. Maar ja, dat vind ik dus bullshit, weet je. Nou mensen, het idee gewoon. Al die plaatjes op die pakjes. Kijk, deze is nog wel een beetje reëel. Maar dan zie je gewoon een babytje met een sigaretje in zijn mond en andere dingen. Dat denk van, waarom doe je dat, weet je? Dat is toch zielig voor die baby. Maar ja, en wat was er nog meer? Ik geloof allemaal longen die een soort van helemaal verprutseld is. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet denken. Maar het is natuurlijk om mensen te laten stoppen met roken. Maar kom op, een baby gebruiken voor sigaretten. Ik weet niet wat er met de maatschappij gebeurt hier. Maar dat vind ik wel een beetje erg. Maar ja, dat wou ik even kwijt. Want weet je, ik vind het een beetje abnormaal dat ze gewoon... een soort van een baby een sigaret in hun mond stoppen en zo en daar een foto van maken. Begrijp ik niet. Ja, dat is het wel een beetje. Ja. Oké, even uit hier, shit. Ik dacht dus lief te zijn tegen Max en te vragen hoe het met hem gaat. Nee, wat krijg ik? Ik krijg helemaal geen antwoord. Weet je, hij is helemaal stil en ik dacht bij mezelf, nou ja, weet je, zou ik een keer vaker lief doen of niet? Hoe gaat het hier, Max? Dan gaat hij ook niks zeggen, gewoon. Echt een klootzak. Maar hoe gaat het nou? Yo, is goed. Dan weet ik hoe je bent, weet je. Nee, dan weet ik dat. Oh, nou ga je opeens praten als ik wegloop. Weet je, dat ga ik heel de tijd gewoon doen, weet je. Gewoon weglopen en dan praat je wel weer. Kijk, bijvoorbeeld nu. Oké, kut, sorry. Had ik niet moeten zeggen. Initiatief. Initiatief. Hamburger. Max zou natuurlijk een payback geven, dat begrijp ik natuurlijk Blik wel. TV. Dus even stil. Hou je. Max zou natuurlijk een soort van payback geven wat ik gedaan had. Ik had de schoen naar zijn kop gegooid. Nou, helaas niet op zijn kop. Helaas, volgende keer beter. Maar op stage was het dus een hele chaos. Op stage was het een hele chaos. Natuurlijk iedereen rennen en shit. Hartuur. Oh, grappig joh. Klikkertje. Kip slaat met deze schoen. Zal ik jou eens even verstaan? Zo, goedemorgen. Rustig. Het is gewoon kom, hè. Nou mensen, leuk dat jullie hebben gekeken naar de video. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En plaats even een leuke reactie. En dan zie ik jullie weer later.